Goedemiddag, welkom weer bij een nieuwe aflevering van CineTV. En ik sta vandaag voor de deur bij de huiskamer. Nou, ik ben Nini, al onbekend hier in Spangen. En ik ben initiatiefneemster van de huiskamer van Spangen. De huiskamer van Spangen wordt een ontmoetingsruimte voor bewoners die zelf met een eigen initiatief komen. Eerst in de boom zit. En ze rennen naar buiten. Allemaal naar thuis in. Allemaal weg. Dikkie Dik, pak ons dan als je kan. Maar ja, Dikkie Dik die wil maar één ding. Kijk maar. Hij wil alleen maar slapen. Kunt u de kijkers thuis vertellen waarom u eigenlijk hier bent? Ik ben hier om het voorlezen te promoten en ik ben heel erg blij dat Op Zomer Mee het voorlezen ook echt daadwerkelijk opgenomen heeft in een campagne. Voorlezen is zo belangrijk. Als kinderen niet genoeg woorden leren, dan halen ze een enorme achterstand lopen ze op, waarmee ze ook gewoon schoolresultaten veel slechter halen dan nodig is. En als je realiseert dat je een woord minimaal 3 keer gehoord moet hebben voordat een kind het onthoudt, dan realiseer je ook dat je nooit genoeg kunt voorlezen. Wat vonden jullie van deze voorleesdag? Leuk. Ja, ik vond het wel leuk, ja. Ja, ik vond het ook heel leuk. Wat vonden jullie er leuk aan eigenlijk dan? Gewoon dat die mevrouw zo goed kon voorlezen en het was een leuk verhaaltje. Wat vond jij er leuk van eigenlijk dan? Nou, die mevrouw, dat ze daar ging zitten en voor ons voorlezen en zo. En wat vond jij er leuk aan eigenlijk? Ik vond die poppenkast heel leuk. Die poppenkast. Ja. Op Zomer Mee samen met Rotterdam eigenlijk een lezenoffensief begonnen. Op Zomer Mee ondersteunt projecten sowieso financieel. Vandaag was de wethouder Corrie hier zo. Corrie Lauwers, als ik het goed heb. Waarom is zij hier eigenlijk gekomen? Nou, zij ondersteunt steunt het initiatief heel erg. Dus zij was hier vandaag uitgenodigd om de kick-off te geven van het leesoffensief van de huiskamer in Spangen. Zij hebben dus vandaag een bijdrage geleverd aan de opening van de huiskamer leesoffensief. En ik sta hiernaast een vrijwilliger en vader die mee heeft geluisterd. Wat vond u ervan? Nou, ik vond het erg leuk. De wethouder deed het heel goed. En de kinderen zaten allemaal geboeid te luisteren en deden goed mee. Dus volgens mij ging het heel goed. Het ging over Dikkie Dik. Dikkie Dik, die kennen we allemaal. Maar wat is eigenlijk de doel hierachter eigenlijk? Het doel is om eigenlijk het voorlezen onder de aandacht te brengen. Voorlezen, ik ben zelf vader, ik vind voorlezen ook erg belangrijk. Je brengt kinderen in contact met taal. Het is een moment dat je even tot rust komt samen met je kind. En even de tijd neemt om je kind een verhaal te vertellen. Het is voor een kind heel leuk. Dus het is erg belangrijk dat ouders hun kinderen veel voorlezen. Thank you.